hebt een special op de bank. In de 25e minuut wordt de stand op 4-0 gebracht. Doelpuntmaker Mathieu Hugoki. En in de 44e minuut wordt de stand op 5-1 gebracht. Zijn tweede van vanavond, Mathieu Hugoki. En zo eindigt de wedstrijd in een 5-1 overwinning voor Kozakken Boys. We bedanken beide teams voor het spel vanavond. We wensen onze gasten uit Ridderkerk heel veel succes in de verdere voorbereiding.